الحمد لله 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 الحمد لله هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادة فيضه المبسوط الدرر الغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده الوقاية ونقاية الدراية وعين عناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي والشافعي أحمد القرآن يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وأبو يوسف أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم Sehr geachte Anwesenden, in besonderen mein Lehrer, Ustaz Ulama, Hazrat Allama Mulana Mufti Abdul Rashid Qadri, wa Aidan Hazrat Mulana Mukhtar Qadri Saqibi, geachte Brüders, Sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na de lofprijs van Allah, de Almachtige, de Alwetende, de Alhorende, de Alziende, de Heer der Werelden, de Koning van de Dag des Oordeel, onze Schepper, onze Voorziener, onze onderhouder en de bron van ons voedsel. Hij die één is zonder partner. Er is niks gelijk aan hem, nog vergaat en eindigt hij. Er zal niks zijn behalve wat hij wilt. Wij prijzen Allah de Alwillende, de glorieuze schepper van het heelal. Hij die de prachtige eigenschappen bezit van al-wujud, al-qidam, al-baqa, al-mukhalafat lil-hawadis, al-qiyam bin-nafs, al-wahdaniyya, al-qudra, al-irada, al-ilm, al-haya, al-sama', al-basr en al-kalam. Wij bedanken de Heer der Werelden voor alle al zijn prachtige gunsten die hij ons aan het schenken is en die hij ons heeft geschonken. Mogen de onbeperkte veelheid, hoeveelheid lof zijn, vrede, begroetingen en zegeningen met de eerste der profeten, de laatste der profeten, de beste der profeten, de zegel der profeten, de profeet der profeten, de leider der profeten, de mooiste schepping van Allah, de beste schepping van Allah, de machtigste schepping van Allah en zeer zeker de prachtigste schepping van Allah, de roem der werelden, de genade der werelden, de meest perfecte creatie van Allah en de geliefde van Allah, de koelte van onze ogen, de inspirator van onze zielen, het doel van ons leven, de middelaar van deze umma, namelijk onze geliefde profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, subhanallah. Waarlijk de beste woorden zijn de woorden van onze Heer Allah. En de beste leiding is de leiding van zijn geliefde profeet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mogen Allah mij de kracht geven om slechts de waarheid te spreken. Wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Onze profeet sallallahu alayhi wa sallam is ons grootste voorbeeld. Allah vermeldt in de Koran: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Voorzeker, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld. Voor degene die op de beloning van Allah en het hiernamaals hoopt. En voor degene die Allah veelvuldig gedenkt. Hij is het voorbeeld voor de mensheid. Daarom moeten wij doen ons uiterste best om van hem te houden. Maar hoe? Je kan onmogelijk van iemand houden als je diegene niet kent. Daarom leer hem kennen. Leer zijn innerlijke kennen, zijn uiterlijke kennen en zijn persoonlijkheid. Sta stil bij de lessen die hij ons heeft gegeven door middel van zijn prachtige gedrag. Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu anha omschreef de profeet als het volgende. Hij is als de lopende Koran. En niet alleen omdat hij alle kennis van de Koran bezit. Nee, maar omdat zijn handelingen, zijn gedrag zijn precies volgens de principes van de Koran. Subhanallah. Alhamdulillah, wij geven aan, wij houden van onze profeet. Maar wij weten niet hoeveel vrouwen hij had, hoeveel kinderen hij had, wat hun namen waren. Als ik morgen aan jullie vraag, die ene filmster kennen jullie wel toch? Jullie kunnen mij gelijk antwoord geven. Als ik jullie zeg wie heeft vorig jaar Champions League gewonnen, jullie kunnen mij allemaal zeggen. Maar weten wij ook wie Hazrat Sayyid Qasim radiyallahu anhu was? Weten wij ook wie Hazrat Sayyid Ruqayya radiyallahu anha was?
Hoe goed kennen wij onze profeet eigenlijk? Zijn we de liefde vergeten die de profeet heeft voor zijn umma? Zijn we de liefde vergeten die de profeet had voor mensen zoals u en mij? Zijn we de zorgen en de bezorgdheid vergeten die de profeet had voor zijn umma? Dus voor u en mij. Zijn we de gunsten en de zegeningen vergeten die de profeet gekregen heeft? Gekregen voor ons, voor mensen zoals u en mij. Zijn we de wonden vergeten die toegebracht zijn aan het gezegende lichaam van de profeet? Het gezegende lichaam voor mensen zoals u en mij. Zijn we vergeten het gezegende bloed wat uit zijn gezegende lichaam kwam voor mensen zoals u en mij? Zijn we de tranen vergeten? De tranen die over de gezegende wanden rolden. De tranen uit zijn gezegende ogen voor u en mij. Zijn we vergeten? Die tranen rolden over dat gezegende gezicht. Die ene prachtige gezicht waar Hassan bin Sabit over zei. Wa ahsanu min kalam tarakattu ayni. Wa ajmalu min kalam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra am min kulli aibin. Ka annak qad khuliqta kama tasha'u. Hij zei, O Rasulullah, mijn ogen hebben er nog nooit een gezien die zo mooi is als u. O Rasulullah, geen enkele moeder heeft er een gebaard die zo mooi is als u. O Rasulullah, u bent geschapen vrij van enkele gebreken. O Rasulullah, alsof u bent gemaakt zoals u wilde zijn. Nare takbir! Nare risale! Vandaag de dag zijn we de leerlingen van de geliefde profeet vergeten. Vandaag de dag, wij verwaarlozen die leerling die hij aan ons heeft gegeven. Wij hechten helemaal geen waarde meer aan. We denken niet eens meer aan de sunna van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wij moeten ons afvragen, is onze geliefde profeet ons één keer vergeten? Heeft hij één keer zijn umma verwaarloosd? Nooit heeft hij dat gedaan. Nooit heeft hij zijn umma verwaarloosd. Wij spenderen onze tijd met vrienden, familie en kennissen. En de namaastijd gaat voorbij. We denken niet aan namaas. We denken niet eens aan Allah. We denken niet eens aan de profeet. We spenderen onze nachten in de bioscoop, buiten, hier en daar. We gaan uit met vrienden. Waar bracht onze profeet zijn nachten door? Huilend. Huilend, zorgend maken om zijn umma. Tranen rolden over zijn ogen. Voor wie? Hij ging in sajda voor ons Allahu Akbar. Voor wie? Voor zijn umma. Voor mensen zoals u en mij. Laten wij dit zeker in ons achterhoofd houden ten alle tijden. En laten wij inshallah ons best doen om onze profeet sallallahu alayhi wa sallam beter te leren kennen. Mogen Allah ons de kracht geven om dit alles te onthouden, hierop te praktiseren en aan anderen door te vertellen. Amin ya rabbal alameen. Wa ma tawfiqi illa billahi al-ali al-azim. Laten we streven om de doelstelling van Kanzul Huda te bereiken. Zeg mij na, met iman. Iman. Met iman. Iman. Ikhlas. Ikhlas. Ilm. Ilm. Amal. Amal. Da'wa. Da'wa. En khidmatul khalq. Zullen wij onszelf en de gehele mensheid helpen om de mahabba en de ma'rifa van de almachtige Allah en zijn geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te verkrijgen. Al het goede wat is gezegd is afkomstig van Allah en zijn geliefde boodschapper vrede zijn met hem en de prachtige leerling van mijn murshid Karim Hazrat Allama Pir Thaqib Shami hafizahullah. Alle fouten die gemaakt zijn van mijzelf. Mogen Allah je mij voor vergeven. Hij zijn zeker de du'a's van mijn ouders en mijn leraren. Wa akhu da'wana en alhamdulillah rabbil alameen. Nare takbir! Nare risalat! Tahriki kanzul huda! Sallallahu alayka ya Rasulallah. Wasallam alayka. يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى عليك يا حبيب صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا رسول الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا رسول الله چاروں طرف نور چایا آقا کا میلاد آیا آیا چاروں طرف نور چایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا لایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا لایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 اللہ
أهلا وسهلا مرحبا